een korte keten is eigenlijk om te kijken of je van de bron eigenlijk op een hele korte, directe manier kan samenwerken met de eindklant of de consument. Een korte keten is dat er zo min mogelijk schakels tussen zitten. Zonder dat er nog extra schakels tussen zitten die te weinig eigenlijk toevoegen. Voor mij is een korte keten is dat ik degene die het product waarvan ik het product gemaakt heb en wat wij leveren, dat ik diegene ken, maar dat ik zijn verhaal ken, dat ik weet waar het vandaan komt, hoe het geproduceerd is, maar ook wat het product nu eigenlijk is. Een korte keten om zo snel mogelijk de markt bij de klant te krijgen. Zeg zo min mogelijk handen aan het product. Ja, dan heb je controle over de hele keten. Dus kwalitatief is dat gewoon heel erg goed. En margetechnisch is dat eigenlijk wel een hele rustige onzekerheid. Ik denk dat er heel veel jeugd niet meer weet dat Malik van de Koek komt. Nou, in principe denken die jongeren niet na over eten. Ja, ik denk dat ze onvoldoende verstand hebben van hoe het product gemaakt wordt, geproduceerd wordt. Ik denk dat de burger ver van de boerderij afstaat. Dat die kloof steeds groter is geworden. Hoe wordt het geteeld? Waar wordt het geteeld? Komt het uit de regio? Komt het van ver? Ik wou zeggen een bossenbol, want ik heb een zetter een bos kom. Ik heb het liefst gewoon pure gerechten bij elkaar en pure smaak. Ik denk bruine bonen. Ik hou natuurlijk van paddenstoelen. Zelf vind ik de truffel een hele lekkere paddenstoel. Mijn liefde is iets in het algemeen boerenkool. Boerenkool? Ja, maar worst. Maar ja, goed, nou is daar ook de tijd voor. Is ook lekker, toch? Van boer naar bord. Ja.